Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze haarband kunt naaien met een knoop aan de voorkant. Het is heel snel en makkelijk te doen. En je kunt elke stof gebruiken die je wilt. Eventueel kun je bijvoorbeeld dus ook oude t-shirts recyclen. Niet alleen leuk om te doen, maar ook heel milieubewust. En je hebt hier heel weinig voor nodig. In ieder geval de naaimachine. Dan natuurlijk een schaar, een markeringsdingetje, spelden, een meetlint. Voor de hoofdomvang is meetlint. En natuurlijk stof. Nou, je kan vrij veel zelf bepalen voor het patroon. Ik heb hier zo een rechthoek uitgeknipt. Die is even lang als mijn hoofdomvang. En dan in de hoogte is het de dubbele breedte van de haarband. Ik heb hier dus 18 centimeter stof gepakt. En als je dat dubbelvouwt, wordt dat een haarband van 9 centimeter breed. Hier de hoeken heb ik afgerond. Aan de andere kant ook zoveel mogelijk hetzelfde geprobeerd te doen. En dan heb ik deze twee stukjes. Dat wordt de vorm van de knoop. Die komen straks aan de uiteinden te zitten. En dat wordt aan elkaar geknoopt. Oké. En ook hierbij moet je erop letten dat deze zo dubbel gaan. Dus die worden niet zo breed als dat je ze hier ziet. Om te beginnen gaan we ze op deze manier dubbel leggen, alle stukken stof. Dus met de mooie kant naar binnen. En hier langs de rand stikken we dan de stof aan elkaar met de naaimachine. Dat geldt ook voor het grote stuk. Daar gaan we langs deze rand dingen vastzetten. Als dat allemaal gedaan is, dan kunnen ze al gekeerd worden. En die kleine stukjes, dat lukt in het begin zeker wel met de hand. Maar als je niet in de uithoekjes kunt komen, dan kun je er het beste een potlood of een ander stomp voorwerp even in doen om de puntjes goed naar buiten te duwen. Dus hier kun je bijvoorbeeld even het potlood er zo in doen en dan komt het goed. En is dit het resultaat? Je bent nu bijna klaar. Je hebt nu deze kleine stukjes nodig en die schuif je in deze opening hier. Dus hier is een opening overgebleven. Ik vouw de stof een beetje zo naar binnen, zodat je niet ziet waar dat geknipt is als de haarband uiteindelijk af is. En dit wordt er dan zo ingeschoven. En dat wordt met de hand vastgezet. Aan de andere kant doen we natuurlijk precies hetzelfde. Dus eventjes de randen omvouwen. En dan hebben we dit stukje. Dat wordt erin geschoven. En met de hand zet ik die deeltjes aan elkaar vast. En dan tot slot wordt hij zo vastgeknoopt en is de haarband klaar. Het is dus echt heel simpel en snel te doen. Ik vind het altijd super leuk om dit te doen als ik dus wat stofrestjes heb. Het patroon wat op de stof staat maakt in principe niet uit. Je kunt het in iedere grootte maken die je wilt. Je kunt hem dus bijvoorbeeld ook makkelijk voor vriendinnen maken. En ja, ik vind het gewoon een super project om te doen. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk hebben gevonden. Als het zo is, geef de video dan een duim omhoog en laat een reactie achter. Ik hoor ook graag wat voor haarbanden jullie zouden maken of je al een idee hebt wat voor soort stof je wil gebruiken. Laat me dat ook weten en ik hoop je in de volgende video weer te zien. Abonneer je daarvoor op dit kanaal, klik op het klokje naast de abonneerbutton en dan zie ik je dan weer. Dag!